Beertube, what up? Het is weer eens tijd voor een nieuwe Sip of the Month. Deze keer een introductie van een brouwerij. Want eigenlijk is er volgens mij nog nooit de tweede keer dezelfde brouwerij geweest. Op Pulp van Na, maar dat was wel een soort van in één Sip of the Month. Als ik het goed heb. De brouwerij is Brouwerij Bello. Op mijn kanaal, niet onbekend. De laatste bier was volgens mij de Garibaldi. Je hebt de Biondo voorbij kunnen zien komen. En ook nog Australische zomerbieren, geloof ik. Van echt het homebrew tijdperk nog. Nog altijd is hij door aan het gaan met officieus brouwen, brouwketeltjes, huurbrouwen, noem het maar op. En Kelvin, zoals de brouwer achter Brouwerij Bello heet, is recentelijk toegetreden tot het gezelschap der Sip of the Monters, zo te zeggen. Prachtig bier uit Vinkeveen, zeggen ze zelf. Laten we hem gaan proeven. Moeten we hem natuurlijk eerst openmaken. Moeten we hem in gaan schenken. Moeten we hem ruiken. Dus eer dat we gaan proeven, zijn we wel een aantal secondjes verder, zullen we zeggen. En ik merk erom dat ik steeds meer, zullen we zeggen, begin te omarmen. Dus of Sjoerd al die tijd al een visionair was, of dat ik het gewoon al heel vaak zei. Geen idee. Ik heb geen teller zoals, wat was het, bij Q-Music, waarop ze letterlijk weten hoe vaak ieder woord gezegd is op basis van AI. Mooi, misschien maar beter. Neusje. Een heel fijn, toch wel fruitig neusje, vind ik. Niet heel funky. Ik merk dat de receptoren zo rondom, hoe heet dat spul, gummy. Tandvlees, heel goed, jij komt er wel. Langzaamaan een beetje week, een beetje vochtig begint te worden. Doorgaans is dat een goed teken. Waar hebben we het over? De Trifosi of zoiets? Dat is wel heel grappig. Ik dacht, ik wacht expres even, want er komt een trein langs. Weet je nog wat het logo van Brouwerij Bello is? De Tifosi, een saison met 5,9%. Kelvin, welkom bij het genootschap. Proost. Oeh. Een stuk intenser, scherper qua gistigheid, denk ik dan. De esters. Dan had ik op de neus verwacht had. Maar binnen het intens fruitige. Dus niet doorslaand naar wat je ook wel eens hebt bij zo'n seizoen. Dat echt die funk de kaart overheen klapt. Dat je merkt van oké, al je receptoren zijn klaar om bekvertrekkend te zijn. En toch weet hij daarvan weg te blijven. Ik zou zo willen gaan dat dit misschien wel een saison plus is. Of om maar in de huidige trend een beetje te blijven. Met een recent aangekondigd macro bier. Een grand saison. En ja, dat is een compliment. Ik vind vaak de saison een mooier uitgesproken variant van de blond. Maar dit is echt nog wel de overtreffende trap van bijvoorbeeld de Saison Dupont. Om maar eens iets te noemen. Het is wel dat ik niet het idee heb dat er per slok nog nieuwe smaken gaan komen. Dus het blijft wel bij die fijne, intens overdadige fruitigheid voor mij. Mooi prikkelend op de tong. Voldoende koolzuur voor een bier binnen de seizoenstijl. Echt goed smaakvol voor 5,9%. Dat mag ook absoluut gezegd worden. Ja. Je hebt allemaal kunnen zien, die Garibaldi was het voor mij niet helemaal. Dit bier, en daarmee denk ik indirect van ja, dat was een toch wat donkerder bier en de bieren daarvoor waren allemaal blond van kleur. Dus misschien is Kelvin wel meer een blonde brouwer. Of gaat hij ons een deze dagen nog verrassen met een bier in een heel andere kleurstelling. Dat zal de tijd ons leren. Voor deze Sip of the Month zit het er in ieder geval weer op. Ik ga zeker nog even genieten van deze Tifosi.
En tegen die zeg ik, Ayato, bedankt voor het kijken. Check zeker nog even de veelal geschreven recensies op de Instagrams van de andere leden. Ga je namen opnoemen? Heb je daar zin in? Beer for Fun, Addicted to Craft Beer. Brouwerij Bello natuurlijk. Monika loves Beer and Food. Kom je vast wel uit als je begint te typen. Michael Pelle met zijn Joda's Beer Hut. En vergeet ik er nog iemand? Zeker. Bieren met boer. Volgens mij heb ik ze dan gehad. De samenstelling is af en toe wat schuivende, dus het is af en toe wat zoeken. Maar check zeker even de Instagram kanalen. En vanuit daar kom je ongetwijfeld bij de anderen terecht. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.